naamloos wacht is. En dat is behalve het rood locatie, locatie, locatie. Hij is nu op dit moment in Rome. Wow, incorrect. In 100 miljoen dollars. Maar ja, wat een leuk. Wie kent het niet, de Donald. My life is about winning. Zijn ego zou hier niet in passen. Met de balans van links en rechts. Dan gaat het echt naar de overwapens. Dit is eigenlijk de stand van zaken op dit moment bij de Republikein. Want Trump is nu zo populair omdat die mensen zo boos zijn. Omdat hij zegt van kom maar. Uiteindelijk zou het wel eens kunnen gaan tussen deze twee. Zeker ook Marco Rubio. En aan de andere kant, vergis je niet, Bernie Sanders. De Republikeinse partij wil absoluut Trump niet. En waarschijnlijk roepen ze het over zichzelf af. Ik vond dat hij eigenlijk op een hele leuke manier allerlei aspecten van de kandidaten naar voren bracht. Die je eigenlijk op die manier niet rechtstreeks van tv opneemt. Wel erg leuk. Hij bracht wel heel andere zienswijzen naar voren. Ook achtergronden gehoord die ik nog nooit eerder had gehoord. Ik vind Hillary kunstmatiger en artificiëler dan Trump. Wat zou haar adviseren om tegen die de Donald te doen? Wees jezelf. Kijk, dat is een hele sterke, zeer intelligente, extreem ervaren vrouw. De diepe drijfveer van haar is de mijne ook. Ik vond het wel een eye-opener. Verrassend, inspirerend. Enjoy the show.